Wat zie je daar liggen? Nootjes. En eentje daarvan is echt en die is nog voor jou ook. Nee. Het is 7:30. We gaan naar Italië. Kenteken gezien. Het is zo super leuk om te zien. Het Knolpower vakantiehuis. Last Christmas, I give you my heart. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wees niet getreurd. Het is niet avond of in... Het is trouwens wel in de nacht. Alleen ik leg het eventjes uit. Gisteren heb ik de vlog afgesloten. Eigenlijk dus zeg maar 2 uurtjes geleden. Net voor 12 uur. Het is op dit moment 1 uur in de nacht. En wij gaan straks vertrekken. Op windsport. Naar Italië. Mijn appartementen die ik daar heb gekocht. Daar gaan we in slapen. Wordt super tof. Het is wel een ritje van in totaal 12 uur. Maar ik ging dus net nog heel even een 3 kwartier slapen. En ik werd wakker gemaakt op de volgende manier. Oké, mensen. En dus we gaan nog even een dutje doen. Noël is inmiddels ook. We gaan hem wakker maken. Hij ligt met zijn mondje open. Dus we dachten... Is zijn mondje open? We gaan even wat lekker in zijn mondje doen. Oh, dit is heet. Oh, we verbranden heel zijn keel. Ja! Keel verbranden. Hype in de chat. Ik hoop dat hij ons niet gaat horen. Jij moet niet lachen. Hij lag echt als een opaatje bij. What the fuck? Heb je zijn allemaal niet gehoord gedaan? Oh, fuck. Zo, DJ. Hey. Zo, leg wat pizza kruimeltjes hier. Was zo lief. What the fuck, te gewoon. Hey, man. Oh, wat is dit? Water. Water. Het is gewoon water. Gas, we hebben hem giftig of zo. Oh man. Ja, je ging slapen, hè? Ja, niet nog meer. Nee. Nee, komt goed. Ik sta hier. We hebben alleen nog wel een struggle, want we komen er net achter dat er echt nog heel veel in de auto moet en hij zit nu eigenlijk al vol. Dus je moet ons wel even helpen met jouw strategische brein. Heb je dat erop staan? Ja. Op de bieltje. Dat is de camera, de echte camera bedoel ik dan. Maar niet doen! Auw! Kappen! Ja, staat er allemaal op? Oh! Alles staat erop. Nee, maakt niet uit joh, we gaan toch weg. Oké. Okay. Nou, doei! Gaan we met z'n drieën. Ja. Doei en zo. Nope. Nope. Wel gelukt. Ja, lekker. Lekker meiden. Hey, lekker met mij. Jel. Wij doen dat wel. Yay! Yeah! We hebben lekker ijsjes smikkelen, hè? Hey, om 1 uur s'nachts. Ja, die ga ik misschien ook nog wel meenemen straks in de auto. Ik heb iets moois voor jou. Kijk maar eens even onder de kerstboom. Wat zie je daar liggen? Nootjes. Ja. Die zijn echt. En eentje daarvan is echt. En die is nog voor jou ook. Wat een mazzelpik. Hey, wat een mazzelpik. Kom maar, dat is voor je leusdag. Nou, welke denk je dat het voor jou is? Die is het grootste. Nou, pak maar. Nee, dat is hem niet. Nee. Jij moet het gewoon pakken, dus die denk je heel licht. Helaas. Ja, dat is hem. Hey. Zo, is dit dan? Ja. Backstage. Ik zeg alvast, het is breekbaar, dus dat is niet zo handig. En je kan hem niet meenemen op windsport, helaas. Maar ik denk wel dat je het leuk vindt. Een cadeautje van mij. Ja, zo vast voor kerst, jongen. Dat jij je zo goed hebt gedragen. Dit is zulke bullshit. Nee, hoezo? Tuurlijk niet. Nee. Huh? Zie! Ja, dat is leuk. En wat staat erop, jongen? Noël! En kijk eens op de onderkant. Oh. Yo, dit is wel echt ziek. Meen ik oprecht. Oké, maar nu gaan we dus eventjes naar Myron, denk ik. Want jij weet het ook niet, of wel? Noël, hij moet dat wel weten. Bro, wat is Noël met kerst? Wie is Noël? Waar staat het voor? Kerstmis. Hoe bedoel je kerstmis? Noël betekent gewoon kerstmis. Wat? Ja. Echt? Zo, ja. Wist jij dat? Nee, ik ook niet hoor. Nee, dat
Hoezo staat anders mijn naam hier? Ja, nou dat vroeg ik dus ook aan die vrouw bij het tankstation. Oh, bij het tankstation? Ben je bij het tankstation gegaan? Ik zweer het je. Ja, maar echt goed cadeau. Ik heb een tankstation cadeau. Ja, maar is jullie al weer nodig? Nee, ik deed die batterijen erin, ik deed me aan, ik dacht, jeetje, niet normaal. Maar het is wel leuk voor de afgelopen. Maar weet je wat het is? Ik zei dus tegen die vrouw, ik liep daar dus zo heen. Ja. Niet in mijn onderhoek uiteraard, maar ik liep daar heen met kleren. En ik zo van, is dit gewoon toevallig Noël? Want een vriend van mij heet Noël. Maar heeft dat iets met kerst te maken of is het gewoon de naam Noël? Nee, die naam heeft wel iets met kerst te maken. Ik weet niet precies wat, maar wel iets met kerst. Ik zei, nou, een vriend van mij heet Noël. Ik zeg, leuk cadeautje voor kerst. Ja, en ik wist het echt niet, maar Noël betekent kerst. Ja, kerstmis. Gewoon in het Frans. In de Frans. Noël. Geniaal. Papa Noël. Wat? Wat? Oh, geniaal. Oké, dat. Nou, Kim hebben we wat geleerd. Kerstmis. We hebben iemand en die heet gewoon Kerstmis. Wat betekent En die zit in onze vriendengroep. Hoe leuk is dat? Pasen. Echt nice. Kim betekent Pasen? Wow, dat meen je niet. Wat Sinterklaas? Wow. Goed. We hebben de hele auto vol zitten, maar dan bedoel ik ook echt goed vol zitten. We hebben het wel voor elkaar gekregen om met z'n vieren in één auto te gaan. En dat komt eigenlijk omdat Mario en ik en Kim een snowboard hebben. Gelukkig eigenlijk Noël niet. Want anders had het niet gelukt. Anders was het niet gepast. En ik heb zeg maar skiluiken in mijn auto, maar geen snowboardluiken. Die zijn gewoon veel te breed. Dus nou ja, goed. Misschien toch maar ooit een keer overstappen naar skiën. Maar ik vind snowboarden tot nu toe gewoon heel leuk. En ik heb ooit geskiet en toen ging ik met een pizzapunt naar beneden en viel ik bijna en vond ik helemaal eng. Dus, ik ga me even aankleden en dan gaan we gewoon op wintersport naar Italië. Nou, daar zitten we dan, dames en heren, in de auto. Het is 1, 2, 3. C-O-L-I. Het is 7 voor half 1. We gaan naar Italië. Op wintersport in Italië. Ik ben echt benieuwd hoe het is. Serieus. Ik heb er echt knijtsel zin in. Ik ben super benieuwd. Ik ook. Nooit in Italië geweest op wintersport. Nope. Ik ook niet. Wel in Frankrijk, in Oostenrijk en in Duitsland. Ja, in Duitsland zelfs. Maar nooit in Italië best. Nou, dan kun je die jongen meteen weer afstrepen. Zo lang is het rijden. Zo, 1167 kilometer. Ja. Nou, hij zegt dat er om 1 uur zijn. Dus ja, dat is prima hè. Dan hebben we nog een hele dag. Nou, past allemaal nog maar net hè zo. Zo, mooi hé. Ja. Je hoeft Noël tenminste niet te zien. Ja, die boards die zitten wel goed vast. Dus wat dat betreft... Er kan niks gebeuren. Nee, geen tik of zo. Ik ga slapen. Oké, nice. Nou, ga ik maar beginnen met rijden. We zijn al wakker, hè? Yeah. Ik ga even tanken. Tanken? Ik ga even lekker lopen. Alsof je 6 uur in de auto hebt gezeten. Ik heb mijn beentjes trekken. Zo, het is helemaal niet koud. Oi. De eerste tankbeurt, dames en heren. Maar het is in België. Het is in Duitsland. Het is wel chill. Want sowieso goedkoper. Ja, toch. Ik heb echt altijd een hekel aan als ik geen handschoenen heb. Daar ook niet, hè? Handschoenen. Oh, handschoenen. Hey, Hans met Jeets. Oh, geen extra. Oké, het is bijna 2:30. En ik heb 100 kilometer gereden of zoiets. We zijn nu dus in Duitsland. Dus ik kan lekker hard rijden. Wel voorzichtig natuurlijk. We hebben de auto vol. Ik heb 3 prachtige mensen bij me. Die ik natuurlijk niet kwijt wil raken. Dus we doen alsnog rustig. Niet te gek. Sowieso zitten winterbanden op. Dus dan mag je sowieso niet echt extreem hard rijden. Met winterbanden. Heb ik begrepen. En Noël is dus serieus gewoon echt een soort van aan het hinkelen of zo. Kijk, hij komt hinkelend aan, let op. Hey, maar bro, kan je eigenlijk echt zeg maar. Want ik heb jou wel zien snowboarden in Nederland. Bij gewoon zo'n indoor gemaakte piste, zeg maar. Maar kan je echt goed snowboarden, zeg maar? Ook zeg maar een sprongetje en zo? Ik hoop het. Ja. Ik denk het wel. Als je het vanaf vroeger al hebt gedaan. Dat is waar. Blijft wat in je benen zitten. Oh, net als veetstrikken. Ja. Dat verleer je niet eigenlijk. Lukt wel. Oké, cool. Nou, ik ben benieuwd, dames en heren. We gaan het zien. Hij drinkt veel, hè? Zo, niet normaal. Dat is niet fijn, hè? Ja, hij suikt weer lekker veel. Maar we hebben wel super plus 98.
En wat ik al zei, we zijn in Duitsland. Echt top. Dus, maar dat gaat er weer goed in. Maar wel onder de 2 euro. Het is niet prijs per liter, maar prijs je liter. Zo, daar gaan we weer, dames en heren. De tank zit weer vol. Hoppakee. 3 hours later. Hallo. Het is 6:10 in de ochtend. En ik zal heel eerlijk zeggen, waarschijnlijk zie je het ook aan mij. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. We gaan wisselen. Ja. Nog 635 kilometer. Dus ik heb al bijna de helft gereden. Nice. Dat is echt top. Wisselen. Oké. Slaap lekker. En of tenminste voor mezelf. En succes met rijden, schat. Bedankt. Komt goed. Als je te moe wordt, dan moet je het zeggen. Ja, ik ben al heel erg moe. Maar goed, jij bent ook heel moe. Jij moet wisselen sowieso. Ja, nee, maar ik bedoel liever dat je even een uurtje rijdt en dan ik weer. Dan heb ik in ieder geval even geslapen. Noel is KO. Kim zit ook lekker te chillen. Nou goed, geen maar aan, ja? Ja. Het is in ieder geval druk aan het worden. Zo om bijna 6:15. En het is best wel shit weer. Veel regen. Ik heb ook wel even een beetje sneeuw gehad onderweg. Dus goed, licht je weer uit. Gaan we weer. Later. Hey, maatje. Hey, maatje. Oh, dat zit er zo hier van voor. Oké, het is dus 8:00 in de ochtend. Ik kan niet slapen, zo wat. Maar ik doe mijn best. Van het filmen. Dat is een achterhand filmen. Oh, kijk dit mensen. Gewoon helemaal wit. Ja, zegt hij. Arrivederci. Lieve vrouw. Zeg, doe je het in. Oh, daar. Nee, zeg maar arrivederci. 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 Ciao, is beter voor jou. Ja, ciao. Nou, dat was de eerste tol in Italië. Yeah. Zijn officieel in Italië. En Kim zegt net dat ze nog nooit in Italië is geweest. Dat is gewoon een primeurtje. Wat? Ja. Sick hoor. Ik ben benieuwd, maar nee. Oh shit, ik ben moe. Maar ik ga straks de laatste 2 uur rijden. Zo, dit ben wel dikke vlak. Ben me? Dikke vlakken, jongen. Dikke vlakken. Ja, doe je toch gewoon eens op je brood, of niet? Dikke vlakken. Ja, sowieso. Ik heb gewoon... Ik heb gewoon pijn aan mijn reet van het zitten. Dat is ziek, hè? Nou, 1, 2, 3. Ja, daar gaan we. Oh, voor het eerst sneeuw. Maak een sneeuwengel. Huh? Maak een sneeuwengel. Nee. Ik wil wel een sneeuwbal voor jou maken. Nee, dat is die stof. Laat je deur af. Ja, doe de deur maar dicht. Dat is een sneeuwbal. Wat een gek. Hij spoort nu. Hij is gek. Wist dat je dat... Ja, hoeren. Ik vind sneeuw wel leuk. Ja, klopt. Dan gaan we de komende dagen veel zien. Ja. Maar dan beter sneeuw dan dit. Dat is waar. Het is gewoon nat sneeuw. Hey! Oh mijn god, ze zijn gewoon daar. Ik heb nog nooit zo verrot geslapen als nu, zeg maar. Ja, je slaapt altijd wel goed in de auto. Ja, maar dit was echt super raar. Maar wil je wel rijden nu dan? Ja. Want ik wil ook wel rijden hoor. Ik vind het wel leuk om te rijden. Ja, en ook wel met sneeuw en zo. Dat snap ik wel. En in Italië. Ja, moet gewoon even wat drinken kopen en even wat eten. Ik bedoel, het is gewoon ontbijten moeten we doen en nu. Het is 10:50. Ja, dat kwam heel raar uit. Maar niet uit. Ja, ik bedoel, ontbijten moeten we nu doen. Maar over 2 uurtjes zijn we bij het appartement. En dan kan je gewoon in lekkere bedjes slapen nog even. Dat is wel fijn. Ja hoor. Ja, normaal gesproken als ik in de auto sla, dan gooi ik die leuning natuurlijk helemaal naar achter. Maar ja, nu doe je dat niet. Uit respect voor Kim. Maar dat kan wel. Kim is met haar beide benen elke keer op de stoel. Zo, het snijdt nu wel hard. Je moet wel uitkijken voor haar tas. Nu kan je niet verder. Dat gaat niet lukken.
En je ziet ze gewoon daar lopen. Bro, heb je al kenteken gezien? Nee, maar die is nee, die is niet zichtbaar, of wel? Bro, die is helemaal niet zichtbaar. Nee? Nee, is gewoon een mooi blok. We hebben echt niks gedaan. Oh mijn god. Hé, dan moeten we zo laten. Dan kunnen we niet geflitst worden. Ja, hé. Kom maar. Ja, dat moet je eigenlijk schoonmaken. Bro, het is daar zo gelapt. Wat? Oh my god. Wow, dat was zo nice eigenlijk om te doen. Dat is gewoon één simpel tikkie. Ja, ik zal het niet overal doen. In verband met de schade, denk ik, voor de auto. Maar het kenteken was wel nice. En achter, zeg maar. Oh, het is koud, man. Brrr, koud, man. Oh, wow, yo, ja, niks aan de hand. Tuurlijk niet. Tuurlijk is er niks aan de hand. Kom van geen sneeuw. Maar woe! It's snowing. Goed, kom ik in de auto. Hey, hey. Wilde die daarin stappen? Waarom ga jij nu weer daar zitten dan? Dat weet ik ook niet. Nee, ik moest mijn jas even pakken. Oh, koud, man. Oh, lekker warm jasje aan. Ik doe even mij weer naar mond op. Hey. Nou, dan gaan we hoor. Hey. Succes helemaal. Hey. Yo. Als die man niet op jouw hoofd. Wat? Doe zo je hoofd naar voren? Nee, gewoon helemaal naar voren zo. Dan zie je al dat lekker kajik. Oh, later. Oei, oei, oei. Hoe gruwelijk dat we gewoon met deze auto op windsport zijn. Echt dik hoor. Oh, en het sneeuwt lekker. Woe. Oh, hey. Hey. Wil helemaal niemand een ontbijtje of drinken of iets? Ja, drinken misschien wel. Ik heb nog drinken. Wat voor drinken dan? Moet je daar halen, toch? Of ook daar? Nee, daar kan je ook. Daar heb je heel camping. Ja, joh. Campingshop, ik ga met je mee. Oh, Mario gaat mee, een campingshop. Kijk trouwens hoe mooi de velgen zijn. Oei, yo. Die zijn gewoon echt super clean. Niet normaal. Oei, 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 oei. Wat een happening, wat een beleving. Het sneeuwt gewoon. Hallo, hallo, buongiorno. Je zit even de auto te wassen of zo. Ik weet ook niet wat hij doet eigenlijk. Wat is hij aan het doen? De auto aan het vegen. Geen idee. Hij was in ieder geval heel vrolijk. Dat is mooi. Kom, schatje. Ja. Oh, pas op, dat is glad daar. Nou, campingshop. Ja, dit is echt serieus glad hier. Kijk eens hoe gezellig. Gewoon een tankstation dit. Buongiorno. Mooi lipstift op. Nou, zijn we. Ik ga als eerste even naar het toilet. Dat is helemaal daarachter. Wie koopt er nou een dikke fiets bij een tankstation? Huh? Oké, bijzonder. Oei, oei, oei. Dames en heren, dan zijn we serieus gewoon in Italië. Wat? We zijn in Italië. Leuk, hè? Ja, superleuk. Echt heel nice. Nou, ga even wat drinken halen en ontbijtje. Lekker wortelsappie. Dat is wel lekker. Oh, top er nou vanaf. Nee, dat is gewoon sneeuw. Oh, lekker. Ja, dat is sneeuw. Sneeuw. Waarom heet het niet wit? Nee, maar sneeuw, zegt dat eens. Sneeuw. Dat is wel raar, hè? Ja, sneeuw. Gebeurt dit als je weinig slaap krijgt? En toch, als je toch sneeuw op jou in films zit. Je bent een babies. Ja, je kan het ook nog wel lekker. Ja, wil je ook? Dit is lekker hoor, serieus. Ja. Het is gewoon lekker sappie. Oké, ik ga verder rijden. Zoals ik al zei, de laatste 2 uurtjes. Let's go. Let's go. En eens even driften in Italië. Zo hier zo. Gewoon. Moet ik filmen? Vind je mooi, hè? Oei, oei, oei. Nou, wel blij dat ik nog winterbanden eronder heb gezet, hoor. Dat we er bijna zijn. Kijk. Het rode knolpauwpaard. Woep woep. Sowieso alle beelden hier. Heel vet. Ja, wakker worden jongetje. Goedemorgen. Ja, serieus even kijken. Ja, nog 8 minuten. We komen echt dichtbij. Heel nice. Voordat we
we naar het appartement gaan, gaan we eerst even ervoor zorgen dat we gewoon genoeg eten en drinken hebben. Dus we zijn nu eventjes in de supermarkt en we hebben even wat afbakbroodjes, even chocopasta, duo panoppi, dat doe je in een potty. En zo halen we nog wat andere dingetjes. Croissantjes hebben we ook lekker. Dus dat is wel een slimme set. Eventjes meteen al boodschappen doen voordat we er zijn. Even, oh ja, lekker hammetje halen. Lekkere salami Milano. Oké. Kan jij een beetje Italiaans? Er komt niks uit, hè? Nee, er komt niks uit. Wat zei jij nog maar? Wat was dan maar goedemiddag? Buona giornata. Nee, goeiedag. Buona giornata. Oké. En, Cassie. Kenno. Spaans. Ah, die ken je wel. Oké, we zoeken even lekker hammetje uit. Ja. En dan, hebben we alles. Check wat ze hier hebben. Hier kan je gewoon zien voor hoeveel je wordt opgelicht. Hoeveel lucht je erbij krijgt. Zoveel lucht krijg je erbij, dames en heren. Het is gewoon letterlijk een halve zak chips, een halve zak lucht. Eindelijk is er een merk dat het exposed. Wat ziek, hè? Ik heb dat nog nooit gezien zo. Ik heb sowieso nu al de beste tip en dat moeten we echt doen. Snoepjes meenemen voor op de piste. Ja, dus als je gewoon een klein zakje snoep of iets in je zak hebt. Want tijdens snowboarden, soms, dan ben je zeg maar hard aan het snowboarden. Ben je even aan het chillen of aan het wachten op iemand. Kan je lekker snoepje pakken. Lekker, lekker. Dus dat is echt wel een hele goeie hoor. Even lekker snoepjes mee voor in het snowboardpakje. Hey, in Nederland. Ja. Wat doe je hier? Hey, lekker snoepje voor tijdens snowboarden. Snoepie? Noël moet snoep uitzoeken, die is de koning. Ja, jij bent koning Snoep. En ook koning pakezel. Nou, we hebben alles hoor, dames en heren. Ik denk dat het echt heel verstandig is dit. We staan hier stil op een plekje, net voor het appartement. En dit is gewoon een plekje waar je super mooi uitzicht hebt. Alleen het is zo gek, want we zijn hier gewoon geweest elke keer met zulk warm weer. Korte broek, blote body of een t-shirtje, zwembroek, bikini. En nu zit je hier met je winterjas en regent het best wel hard, waait best wel hard. En dan zit je op deze manier gewoon te kijken naar het uitzicht. Best wel vreemd in één keer. Dat is zo'n soort van switch. Maar het is wel echt super mooi. Alsnog. Wat je daar ziet, precies in het midden, dat is de Sirmione. Dus ja, en dit is gewoon het Gardermeer. Dus zijn we het Gardermeer, maar ja, dan gewoon in de regen. Met wat minder weer, zeg maar. Maar goed, we hebben de sleutels. We gaan even inchecken. Oké, dan staan we voor het hek. En dan gaan we open doen. Zo, kijk eens even. Nou, rijden we heel stuk omhoog hier zo. Hoppakee, gaan we hier meteen naar rechts, door de parkeergarage heen. Hoppa, en dan hebben we hier de parkeerplek rechts. En dan is links het appartement. Beam. Oké, dames en heren, we hebben alles hier binnen. Gewoon in één keer, iedereen een paar tassen en we hebben alles in één keer binnen gezet. Ik ga straks nog even het plaatje laten zien van de buitenkant, want het is echt heel anders dan in de zomer. Maar nu hier binnen, nu de verwarming aanstaat, oh, lekker gezellig. Ik heb al meteen zin om een bordspelletje te doen of een kaartspelletje. Gewoon lekker hier aan tafel, maar we gaan natuurlijk eerst alles een beetje opruimen en een plekje geven. Nee, zo. Ja, we kunnen de verschillende lampjes aandoen, zoals hier, dames en heren, Knolpower vakantie. Maar dit is weer zo leuk om te zien. Serieus, oprecht. Dit is zo super leuk om te zien. Het Knolpower vakantiehuis. En dan hebben we daar in de hoek hebben we de koelkast. Kijk eens even. Hoppakee. Dus daar kunnen we meteen alles inzetten. Zoals de yoghurtjes en alles. Maar ik zal Noël en Kim wel even meenemen. Oh, Noël doet meteen de kaarsjes aan. Gezellig hoor. Oh ja, en dit is ook echt knijterchill. Want ik wilde eerst mijn eigen box meenemen. Maar toen dacht ik van, we hebben hier gewoon een Bluetooth box. En dit is gewoon letterlijk een Bluetooth box. Die gaan we straks even connecten. En dan kunnen we lekker muziekje opzetten. Kerstmuziekje of zo, helemaal leuk. Vliesdekentjes, kussentjes, Pikachu vliesdeken. Dan hebben we hier slaapkamer. Kijk eens even. De Knolpower slaapkamer. De Knolpower slaapkamer. Ja. Daar slaapt ook wel. Wie staat daar? Ik hè? Nee, ik hè. Ja, stapelbed. Kan allebei. Oh, ik kan ook naar jullie kijken. Ja, dus mooie posters, handtekening erop. En hier muurstickers van Knolpower. Peace. Dekbed overtrek. Hier beneden ook natuurlijk. En hier een mooi lampje. Kijk eens even. Oh, mooi. Nice. Yes, dus dit is de Knolpouwkamer. Met natuurlijk gewoon echt superveel opbergruimte hier in deze kasten. En dan lopen we hier meteen rechtdoor naar de badkamer. En dat is ook gewoon prima. We hebben hier een douche. We hebben hier zo'n typische Italiaanse. Ik weet geen kont. Ja, ik weet geen eens hoe het heet. Maar je kan je kont zo. Zeg maar. Hoef je niet af te geven. Hoe zeg je dat?
Een bidet. Oh ja, dat heet een bidet. En we hebben hier het toilet naast de bidet. En weet je wat echt super gaaf is? Boom! Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Maar hoe super luxe ziet dit eruit? Myron! Oh my god. We hadden hier eerst gewoon een hele, zeg maar, simpele, goedkope spiegel. Ja, deze is echt mooi. Check hoe super vet dit eruit ziet. Ja. Echt heel erg nice. Gewoon een super mooie grote spiegel hebben we nu. Deze hebben we uitgezocht in de vlog toen we afgelopen zomer hier waren. Nou, hier hebben we de wasmachine. Hier kan je dan even handdoek ophangen. Dus dit is echt super nice. Hey, ik heb wel een vraagje. Nou? Hoe doe je dan je kont wassen? Ja, volgens... Je gaat helemaal niet omhoog. Nee, ik weet niet precies. Misschien kan Myron het even voordoen. Myron! Hoe werkt dat precies, zo'n bidet? Ja, nou, het schijnt er zo te zijn dat je kont schoner wordt met water dan met papier. Ja, maar hij spuit niet echt omhoog of zo. Moet je dan je kont... Ja, wel hoor. Ja, zie je? Huh? Daar hou je hem tegenaan. Ja, dus daar moet je je kont, zeg maar... Ja, loopt dat er doorheen? Ik vind dat zo niet hygiënisch, maar het schijnt echt super hygiënisch. Ja, ik heb het wel een keertje geprobeerd, dat zou ik eerlijk zeggen. Niet hier, maar ik heb het een keer ergens anders geprobeerd. Maar het is wel wat schoner, hè? Nou, het is wel lekker fris, ja. Ja, want het spoelt het wel helemaal schoon. Gewoon een schone anus. Ja, lekker. En dan hebben we hier een serieuze spelletjeskast. Dat hebben we ook gewoon... Even kijken, kunnen we hier nog een lampje aan krijgen? Kijk, hier hebben we een spelletjeskast. Dus daar hebben we gewoon allemaal leuke spelletjes achtergelaten. Badminton. Kijk dan, we hebben beverbende. We hebben Pikachu Uno. We hebben een basketbal achtergelaten. Kijk. Oh, dat zijn die tik-tik-tik-dingen. Kijk, het is best wel moeilijk. Ging het best goed. Oké. Ja, dat dus. En dan veel vaker. Oké, leuk. Kaarten. En, dames en heren, we hebben hier gewoon een super professionele frisbee achtergelaten. Hey. Mens erg je niet. Ja. Doolhof. Hey, de spellenwinkel weer. We hebben hier een balletje voor in het zwembad. Dus dat is echt super ja, nice. Dus ja, we hebben echt wel veel spelletjes eigenlijk standaard hier al liggen. Oh ja, dit kan ook best wel handig zijn. Een flanksnoer. Echt een mega flanksnoer. Als je gaat goed letten. Als je met 4 laptops komt of zo, ik heb geen idee. Stof en blik, of zoals Kim ook wel zegt, mop, blik en veger. Hey, dat is hem, hè? Mop, blik en vegen. Mop, blik en vegen. Ja, dat is iets uit het noorden. Maar hoe noem jij dit? Blik en vegen. Ja, stof en blik, toch? Ja, blik en vegen. Ja, of blik en vegen. Ja, stof en maar niet mop, blik en vegen. Nee, dat noem ik dat niet. Dat zeg je altijd. Ja, dat is iets uit het noorden. En ligt hier internetkabeltje voor als je gewoon via het kastje internet wil. Ideaal zou ik zeggen. En dan hebben we hier, dames en heren, de master bedroom. Maar hier hebben we geen lamp boven hangen of zo. Dus we hebben hier een lamp in de hoek. Dan kan je gewoon met je voet kan je zo aanklikken. En dan normaal gesproken, dan kan je dit gewoon helemaal openzetten. Ja, kan nu trouwens ook. We hebben een mooie olijf. Dan kan je dit helemaal openzetten en dan kan je dit open doen. Kijk. Even een boompje. Kan je dit ook weer open doen. Even kijken, hoe werkt het ook weer? Oh ja, het slotje zat erop. Kijk. Dan staat hier een prachtige olijfboom. In de zomer is het dan 30 graden. Ja, als het in de zomer is, dan kan je je voorstellen dat dit super lekker wakker worden is natuurlijk. Ik kan wel een leuke tuinset of zo neerzetten. Ja, eventueel een stoeltje of iets. Er zijn heel veel olijven afgevallen. Ja, klopt. Ja, dit zijn gewoon olijven. Allemaal van de olijfboom. Je kan nooit een olijf rechtstreeks van de boom eten. Nee, dat hebben we geleerd, ja. Een olijf gaat eerst in een soort van het zuur en dan pas kan je hem eten. Dus een olijf die je zo plukt, kan je wel olijfolie van maken? Oh ja. Wow, wat blijf jij cool daaronder. Ja, maar ik zag hem nu. Daarom ben ik denk zo rustig. Oh. Wow, wat heb jij gedaan, schat? Bloedje. Je lip. Is helemaal bloedje. Ja, mijn lip doet ook zeer. Is helemaal droog. Een droge lip. Ja. Droge lip, G. Oké, goed. Ja, dat is dit dus. Maar ik doe hem wel weer dicht, want het is een beetje fris. Nee. Maar dit is wel leuk. Zo, en die doe je dan dicht, zeg maar zo. Zo dicht. En heb je hier, deze kan je dan zeg maar... hoeveel graden is dat? Een kwartslag draaien, laat ik het zo zeggen. En dan... Zie je, zit hij op slot. En dan kan je altijd nog deze doen, dus dat is dubbel. Hoppakee. En dan eventueel het gordijntje er weer door. Voor bedoel ik. Zo. Maar we hebben natuurlijk hier ook aan de zijkant hebben lampjes gekocht die we zelf heel erg mooi vonden. Ja. En we hebben hier een stekkerblok in gedaan. Waar je dan gewoon 3 keer stekkerpunten hebt. Links, maar daar zit dus dat lampje in. En dus aan de voorkant kan je een stekker in doen. En aan de andere kant kan je een stekker in doen. Dus dat was wel een nice stekkerblok wat we hadden gevonden. Die we hebben gekocht, zoals je kan zien. En dat hebben we ook aan de andere kant. Die ligt er nu boven, zoals je kan zien. Maar kijk, zie je, kan je aan de voorkant stekker doen. Aan de zijkant kan je een stekker doen. En hier zit dus al dat lampje in. Dus ideaal. En een afstandsbediening voor de airco en de verwarming. Ja, in de zomer de airco en nu de verwarming. Ja, en we hebben allemaal kastruimte weer daar, maar damn, wat voor cijfer geef je het, Kim? Echt wel een dik 10. Hoi! Ik zou hier oprecht heen. Ja, maar nu kan ik niet achterblijven. Nu kan ik
ik niet achterblijf, dikke 10. Nou, mooi zo. Blij mee. Weer mist nu nog. Ja, wacht maar, jongen. Wacht maar in de zomer. Nee, wel leuk om te horen. Ik bedoel, het is ook gewoon goed geregeld. En als je hier dan in het nieuwe jaar heen komt, of dat nou in dit soort weersomstandigheden is, of dat het gewoon super lekker warm is in de zomer. Want ook nu kan het echt wel chill zijn. Nogmaals, we gaan even checken of het restaurantje open is voor de 5 euro pizza. Ja, want je kan daar voor 5 euro een pizza tonijn halen. En voor 6 euro een pizza margarita. Of misschien zelfs ook voor 5 euro. Het is echt bizar. Maar voor 5 euro of 6 euro haal je gewoon een van de lekkerste pizza's ooit. Echt absurd. Het is simpel, maar wel super lekker. En dan neem je die mee en dan ga je bijvoorbeeld hier pizza eten. Of in dit geval ga je gewoon hier lekker pizzaatje eten. Maar wauw, dit is zo fijn. En als je dan hier komt, dan kan je bij de receptie sleutel halen en alles geregeld. Maar dat gaan we nog allemaal uitleggen in video's die je dan kan bekijken hoe dat allemaal werkt. Hey, en als jullie hier dan een week geweest zijn, als we straks weggaan, dan mogen jullie ook met gasten. Ja, dat is wel leuk. We zien allebei in het gastenboek schrijven. Maar ik wil dus eigenlijk even kijken, want Shahid is hier geweest. Ja, heeft hij wat ingeschreven? Kom. Leg hem even hier neer. Kunnen we het goed zien. Kijk, dit hebben wij erin gezet. Heeft Shahid... Ja. Lieve Enzo en Myron, gefeliciteerd met jullie appartement. Ik voel me vereerd om als eerste huurder hier te mogen slapen. We hebben hier heerlijk geslapen en zijn lekker wakker geworden met een prachtig uitzicht. Ik wens iedereen die hier komt een topvakantie. Groetjes Shahid, Dutch Performante. Geniaal. Superleuk. Het is de eerste die is geweest inderdaad toen hij zaken moest doen in Italië. Hij ging toch naar de motocross? Ja, hij ging naar motocross, maar hij ging ook langs fabrikanten. Ah, oh ja, dat. Ja, voor zijn bedrijf. We zagen letterlijk van hem een Insta-story van Sermione. Ja. En toen zei ik van, gast, daar hebben we uitzicht op met het appartement. Als je hier wil slapen, kom maar. Hij zei, ja, tuurlijk, super dik. Dus, en hij was heel erg blij. Maar ja, dat hebben we ook standaard. Hij was echt super blij. Dat toen hij wakker werd, dat hij dit zag. En dat hij dacht van, oh, lekker man. Kunnen we meteen even op, kunnen we hier eentje in doen, lekker koffietje maken, heerlijk. Dus ja, en de kapstok, hè, kijk. Helemaal met de foto's die we hebben gemaakt toen we hier waren. Superleuk. Kijk, dit is dus bij Sermione, deze foto. En dan hebben we hier hebben we foto's. Ja, super vet. Echt heel erg leuk. En de spiegels hebben we zelf uitgekozen en opgehangen en... Wow, die was goed. Ongelooflijk. En dit hebben we ook nog zelf opgehangen. Vonden we echt super leuk. En check hoe dit eruit ziet. Dit is zo vaag. Hier moet je dit checken, Noël. Dit ga je sowieso vet vinden. Ik heb hem net omgedraaid. Super satisfying, zie je dat? Ja. Ja, het ziet echt bijzonder uit. Dus ja, en we hebben gewoon echt een super dikke tv hier zo. Met gewoon internet. En het is niet het allerbeste internet, dat zal ik je alvast vertellen. Maar we zijn erachter gekomen dat het wel goed genoeg internet is om gewoon Netflix te kijken. Of gewoon YouTube filmpjes te kijken. Dus dat is gewoon dikke prima. Dus als je een vlog van mij wil kijken hier, dan kan dat ook. En Noël, laten we even jouw telefoon connecten met die box. Want je gaat echt schrikken hoe ziek goed deze box is. Je zit hier gewoon in de stroom. En dan gaan we even connecten. Kan je hem vinden? Even zoeken. Oh, je moet sowieso even op de wifi hier. Ja, dat zit ik. Ah, nice. Dat is het eerste wat je deed zeker. Ja, hij heet knop houden, hè? Kun je eens even muziekje opzoeken? Ik hoor je al typen. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Hey! Oh. Ben hier met mijn maatjes en we maken loon. Weet niet of jij dat ook verstond. Dat was Ben hier op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Lachen ga jij sowieso. Ja. 4 uur, ik kom nooit te laat. Oké, heel soms. Wow, yo, in één keer stopt hij. Ja, sorry. Ik zat er net zo lekker in, maar goed, dat doen we een andere keer wel weer eventjes voor gewoon de intro dat we hier zijn. Maar oké, tafel gedekt door de dames, let's go. We gaan even lekker smikkelen. Ja, en ik heb serieus echt, en om eerlijk te zeggen, hè, want we hebben een lange reis achter de rug en we hebben de nacht eigenlijk een soort van doorgehaald, half. Ja. Maar ik heb super veel zin in een spelletje. Oké, ik ga wel even met mezelf kaarten straks. Nee, ik moet zeggen, ik heb een beetje hoofdpijn, gewoon puur omdat ik zo weinig geslapen heb. Ja, ik heb dat ook. Zullen we dan straks even een duik nemen in het Garmin? Ja, dat is goed. Dat is wel sick, ja, dat moeten we eigenlijk wel doen. Dan gaan we toch doen. Maar dan moeten we wel met de auto. Ik ben gewend. Ja, en ik film wel, zegt Kim. Ja, dan moeten we serieus denk ik de auto meenemen en dan draaiend houden met stoelverwarming aan. En dan zeg maar een duik nemen en dan meteen weer terug handdoek omheen slaan en in de stoel zitten. Volgens mij hebben dat is wij, koud, hè? Wij hier serieus onze knolpauwe badhanddoeken gelaten. Oh. En misschien ook nog wel een bikini en een zwembroek. Maar dat hebben we die sleutel mee van het slot? Ja, volgens mij wel, maar anders heeft Kika die ook wel. Oh, nice, want daar zit ook nog een Pokémon-kaart van mij in. Ja. Hoi, joh. Maar we gaan eerst even lekker smikkelen. Duo panotti, dat doe je in een potie. Zo lekker, hè? Heerlijk. Zijn we gewoon in Italië? Ongelooflijk. Ja, gek, man. Ongelooflijk. Ha!
Lekker een tafeltje, hè? Ja. Hey, bro. Superleuk dat je mee bent. Lieve Kim, superleuk dat je mee bent. Nog bedankt. Ik weet geen eens wat ik al had gezegd, maar nog bedankt voor mijn knip van mijn haar. Ja, volgens mij heb ik dat gisteren gezegd. Maar. Ja, echt serieus, super nice. Check dan hoe clean. Gewoon, doe maar even. I like it cutchy. I like it cutchy. Dat was wel echt heel poes. Oh, gaan we nu jou voor mijn hart vallen? Oh, lekker een nekje. Ja, maar ik weet hoe jij bent. Je moet wel zeggen eigenlijk. Dit is links nu, hè? Lekker katje. Oh, ja, oké, die was wel die. Zo hoort hij, hè? Jij nog opnieuw? Ja. Ja. Ben je ook bij mij nog? Ja. Een lekker katje. Ja! Lekker, hè? Oké. Hey bro! Helemaal oprecht. I like a katje. Oh. Nou, dat was wel prima. Lekker. Prima, we gaan lekker smikkelen. 5 hours later. Oké, dames en heren, we zijn 5 uurtjes verder. Waarvan we ongeveer kleine 4 uurtjes hebben geslapen. Was het verstandig? Nee. Was het lekker? Ja. Maar ook weer nee, want ik voel me heel raar. Klein beetje koppijn. Maar echt vaag, joh. Als je dan zeg maar zo een nachtje soort van hebt doorgehaald met autorijden. En dan 2 uurtjes hebt geslapen of zo in de auto. Misschien op zijn max. Dan moet je eigenlijk gewoon wakker blijven de rest van de dag. En gewoon heel vroeg naar bed. Maar ja, we hebben er toch aan toegegeven. We zijn gaan slapen en ik voel me helemaal raar nu. Ik voel me helemaal raar. Jij? Wel lekker eigenlijk. Lekkerder dan net. Ja? Ja, want ik had net echt hoofdpijn. Gewoon omdat ik zo moe was. En dat is nu weg. Dus nu heb ik alle energie en kunnen we lekker naar het andere appartement gaan. Nee, ik weet niet. Ik voel me wel lekker. En ik weet zeker dat ik vanavond ook nog kan slapen. Want ik kan nu ook nog slapen. Dus. Oké, nou ja, laten we het in ieder geval hopen. Ik dacht, ik ga me eventjes opfrissen. Ik ga even lekker douchen. Dus ik was in de badkamer en toen kon ik geen shampoo vinden. In de tas. Het zei tegen Mario, we hebben geen shampoo meegenomen. Oh, ik bedoel douchegel eigenlijk. Het is gewoon voor je lichaam, zeg maar. En toen zei Mario, kijk maar even in de opslag. Want daar kunnen we gewoon even iets moois pakken. En daar kunnen we gewoon ons lichaampje mee wassen. Dus ik doe even het deurtje open, doe het lichtje aan. En wat hebben we hier? Oh my god, gewoon een opslag van de Knolpower douchegel, de shower foam. Hoe nice is dat? Dit is gewoon uitverkocht, gewoon op knolpower.nl. En hier staat het nog als enige. Dus dit is echt super nice. Dus hier ga ik even lekker mee douchen. Ik laat die bus. Ik laat die bus op mijn tas. Oeh. Hey Noël. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, ik laat die bus op mijn teen vallen. Oh, dat is best zwaar, hè? Oeh. Oké, jij bent ook lekker aan het slapen? Ja, was wel echt lekker. Ja, voel je goed nu? Ja, ik voel me echt goed nu. Oké, okay, nice. Nou, Kimmetje die is daar aan het chillen. Mojo die is net aan het uitrekken op het stapelbed. Nou, ik ga even lekker douchen hier zo. Ik ga me even lekker opfrissen. Zo, ik vind die spiegel echt nice hoor, dames en heren. Wat een upgrade, hè. Zullen we eventjes laten zien hoe het er eerst uitzag? En dan nu gewoon deze. Komt-ie. Zo zag het er dus eerst uit. Het ziet er echt super gaaf uit, maar kan beter. En nu dus gewoon zo. Hoe dik is dat? Ja, ik vind het een goede, gave upgrade. Echt waar. Echt nice. Oké, ik ga even lekker douchen. Tot zo. Zo, dames en heren. Woppa. Helemaal klaar. Knolpower winterjasje weer aan. En we gaan de vendeur. We gaan lekker uit eten. Ja. Ja. Met Luke en Kika. Ja, met Luke en Kika. En je hebt dropjes meegenomen voor Kika. Kika, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaat reageren. Zij want ze weet het niet. Ik twijfelde. Want ik wist dat ze laurierdrop lekker vindt. Maar die hadden ze niet bij de winkel. Niet die zij wil. Deze vind ik het lekkerst. Maar volgens mij vindt zij muntdrop het lekkerst. Maar ik dacht, dit vindt ze vast ook lekker. Neem mij mee. Vast wel. Toppie. Dit is mooi hoor, dames en heren. Italië doet ook gezellig mee hier al. Lekker door. Wow, kijk dit dan. Wow, hier is ook mooi. Ook heel erg leuk. Hé, hey, is een rendier wat daar staat. Kijk hoe gezellig. Nose reindeer, riding on a red snowy. Hoe gaat dit verder? Weet ik niet. Jij ook dan niet? Nee, wij zijn wel slechte nummertjes, hè? Ja, heel we slecht. We echt oefenen. Ja, ik kan één nummertje kan ik wel heel goed. Nou, vertel. Nummer 69! Oké, okay, sorry. Ja. Elke rotonde hier is eigenlijk gewoon gezellig. Feestje. Gewoon gezellig. Hoppa, volgende rotonde. Heb je even voor me. Echt hè, rotondespotter, bestaat het al? Ik denk het wel. Ik maak even een Instagram account hoor, de rotondespotter. We hebben na deze vlog heeft iemand dat aangemaakt en foto's gemaakt uit de vlog en die vandaag opgezet. De rotondespotter. Nee, maar even heel eerlijk, je hebt echt mooie rotondes, ook in Nederland. Nee, ja, zeker, zeker. Daar is niks mis mee. Shoutout naar alle rotondebouwers. Ja. Ja, dat is zo. Ja, dat is. Wat is de gemiddelde dia... Meter.
Ja, diameter van een rotonde, gemiddeld. Ik denk wel van een 20 meter. Rotonde in Nederland. 20 meter? 15. 20 is wel groot, hoor. Zou ik opzoeken? Gemiddelde diameter een rotonde. Ja, dat zijn van die dingen die vind je nou echt leuk om te weten. Wow, kijk dat allemaal. Allemaal ijsberen. Ja, we gaan dus naar een Italiano. Gaan we de pizza eten. Dan kunnen we die later weer lekker uit de poepen. Ongeveer de helft heeft een diameter. Hier rechts? Ja. Ja. Ongeveer de helft. Rechts. Ja, nu. Hey. En zo. Rechts. Hier. Dat is iets wat mijn oma kan zeggen. Wij zitten in de Dakar nu, hè. Links. Rechts. Maar luister. Nou, luister. Ongeveer de helft heeft een diameter tussen de 20 en de 30 meter. Schat, jij hebt dat oog voor die rotonde. Oog voor detail. Oog voor detail. Maar hier ergens is het dan. Ik denk dat die, dat is wat daar zo zit. Misschien. Lekker hoor. Het heet Bliss. De Blitz? Nee, Bliss. Oh, Bliss. Nee, dat ga je niet doen. Ik ga blijven praten, want je gaat scheet laten. Nee, 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 maar wat hoor ik? Oh, die airco daarachter staat heel hard, of niet? Ja. Oh ja. Ja, deze staat fijn. Ja, dat kan. Ja, Noah, heb jij met je tingels aangezeten, jongen? Gastje, kom ook echt niet. Ik weet wel eventjes een leuk nummertje om even in de Italiaanse mood te komen. Ja? Ben je er klaar voor? Ik draai hem maar één keer af. Heb je even voor mij? La 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 la. Maak wat tijd voor me vrij. La 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 la. In de uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Doem, 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 doem. Heb je even voor mij? Ja, 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 ja. Maar is wel zo'n Italiaans. Ik weet een hele goeie. Ja, ik heb hem. Al meteen dat lachen. Ja. Zo mooi. Dit is weer zo'n nummertje die niemand kent, alleen ik. Oh, dat zegt ze nu al voor. Nou, ik ben benieuwd wat er nu komt. Ja, doe deze maar opzoeken. Oh, dit is zo prachtig, hè. Dit is weer zo'n Drents nummer. Op Gronings. Italianen, blondjes blijven zij niet aan. Hij is toch niet zo leuk. Nee. Ik dacht dat hij heel leuk was, maar misschien is die videoclip wel heel leuk of zo. Oké, dan kan je gewoon knippen. Nee, dat laten we erin. Nee, 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 dat gaan we niet knippen. Maar ik moet dat even opzoeken, want ik dacht echt dat het een beetje Gronings was. Italian. Ik heb zoveel pijn, zoveel, zoveel stress te veel. Ik loop voor straat en ik vraag eerst niks meer. Wanneer gaat alles weg? Want ik kan er niet meer tegen. Het is een jonkje die komt met zwaar bezig. Ja, ik dacht gewoon een beetje in de Italiaanse vibe te komen. Ja, nee, helemaal top. Italiaanse vibe. Wow, wow. Ik kom van goud of de beker. Hoezee, Bolt, yeah. Beest op je 100 meter. Olifantenlongen, hongen. Met een lange termijn visie, homie. Ik kom die marathonnen. Ik doe die marathonnen. En dan een handstand. Doel begrijp en ik score met de hand van. In het land van, op de rand van. Doorbreken Nederland in de band van ons. Ja, laten we maar gewoon gaan. Ik denk dat ze daar nu net aankomen. Ja, ze komen daaraan. Film! Waar, waar, waar? Nee, deze foto, joh! Oh mijn god! Grapje. Dat was er wel niet. Maar mijn stom. Komt u maar, mijn jongen, komt u maar. Lekker de banaan heb je daar. Van wat is dat nou? Sesamstraat, heb je dat niet gekeken? Jawel, maar weet ik, ik ja, wat hij zegt. Wat een lekkere banaan heb jij? Oh, wat een lekkere banaan heb je daar. Wat een lekkere banaan heb je daar. Oh god, nee, ik ken dat echt niet. Nou, hopelijk hebben ze goede pizza. Bedenk iets Italiaans. Buonasera. Buonasera. Hallo, hallo. Hoe is het? Goed, met jou. Mooi, ja, super. Hoi, ik ben ook. Hallo. Vergeten. Oh, echt? Hoe is het, Kika? Goed. Goed? Maar zijn jullie nog groter geworden? Kleiner. Kika. Wat denken jullie? Zijn wij groter geworden of Kika kleiner? Ik heb een cadeautje meegenomen. Ik wist niet meer zo goed welke het was, dus ik heb er twee. Nou, we hebben
lekkere dropjes meegenomen. Nou, we zitten hier dus in een Italiaans restaurantje. En het is super gezellig. Het is echt leuk. En ik had het met Noël er ook over. Dat het zo chill is dat je dat Italiaans de hele tijd hoort en zo. Zo fijn taal. Ja, het is echt fijn, hè? En mijn woordje Bella. Bella? En Bello. Bello. Ik ben een mooie jongen, Bello. Oké. Ja, dat is echt super gezellig. Heerlijk pizzaatje gegeten. En echt wel leuk om Luca en Kika even te zien. Even bij te kletsen over alles wat er gebeurt. En voor de mensen die niet weten wie Luca en Kika zijn. Luca en Kika die hebben verschillende campings en glampings hier in Italië. En daar zijn Marjan en ik ook eerder geweest. Ook met mama en met Milan en met Shen en Elisabeth. Echt super leuk. En nu is het dus zo dat wij dus hier vaker natuurlijk heen gaan. Dat we hier de appartementen hebben. En dan is het gewoon leuk om elkaar weer even te zien. En even bij te praten. Weet je, ik heb zo hard gelachen op Noël. Weet je wat mooi is? Noël die probeerde uit te leggen aan Luke wat GTA 5 roleplay is. Dus Noël zou vertellen van... De leven als het ware ook een beetje mensen in die GTA 5 roleplay. Want je hebt zeg maar... Ja, je kan ook solliciteren op die website om zeg maar als functie voor GTA. En dan kan je solliciteren als ambulancepersoneel of politie. En, online. En je zag Luke zo kijken van... Hey, je solliciteert voor online politieagent in een GTA 5. Wacht, wat gebeurt hier allemaal? Wat doe je allemaal? Wow, dat was zo grappig. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon wel een beetje hoe noemen we dat? Dat leeftijdsverschil. Van gewoon wat ouder en jonger. Gewoon echt een generatiekloof. Ja. Dat is het. Dat is het perfecte woord, de generatiekloof. Van wat de jeugd tegenwoordig doet, allemaal online en zo. En wat er gewoon vroeger echt niet was. En ook gewoon wat niet mogelijk was. En waar ik gewoon nooit bij stilstond dat überhaupt kon gebeuren. Klopt. Ja, dat was zo grappig, ik heb echt gelachen. Oh, maar heerlijke pizza gegeten, hè? Ja, dat is echt top. Dat is echt lekker. Ja, echt nice. Oh, wat Noël ook zei tegen Luke, zo van... En als ik dan online aan het spelen ben, dan is het zeg maar zo dat alles moet zo realistisch mogelijk. Dus als je dan een auto rijdt en iemand rijdt achter je op, dan doe je ook gewoon zo... Ja, mijn nek! Oh. Ja, en dan komt de ambulance. Ja, en dan ga je proberen om schadevergoeding te krijgen. Is dat echt zo? Ja, zo werkt de roleplay. Ja. Ik wist dat ook helemaal niet. Ik ook niet. Ik kan op de grond gewoon gaan liggen en doen alsof je pijn hebt. Oh, hij is zo hard gelachen. En die ambulance die gaat dan gewoon serieus aan je vragen van, waar heb je last? En dan, echt? Nou, ik denk sowieso dat veel mensen nu ook kijken en denken van, serieus, is dat zo? Maar dat heb je dus. Dat is best wel populair de laatste tijd. GTA 5 roleplay. En dan zit je gewoon in een karakter en dan doe je gewoon alsof je diegene bent. Je leeft gewoon in de online wereld. Dat was een film die wij laatst keken. Daar was dat ook bij. Dat die karakters echt op leven kwamen, zeg maar. Ja, hoe heet die ook weer? Die was met die leuke acteur. Ja, dat ze gevoelens ook gingen krijgen. Terwijl dat helemaal niet kon, omdat het gewoon pixels waren. Zeg. Juist. Ja, dat is wel raar. Maar stel zoiets gaat gebeuren. Gewoon glitch. Ja. Doe, hè? Kijk dan. Ik hang in de boom. Je hangt gewoon in de kerk. Hey, Noël. Hier, nog eentje. Ja. Noël. Je bent helemaal welkom hier. Verloren is dat nog niet, hè? Maar ik was bekend al, hè? Ja, jij bent bekender dan ik, zie ik. Ik hang met iedereen in de boom. Ja, joh. De boom in de Noël. Echt leuk. Ik moet zeggen, jullie hebben wel mooie ballen erin hangen, hoor. Ja, ziet er echt mooi uit. Maar is dat gezellig. Italiaans? Al die takjes die erin hangen, zeg maar? Lekker takjes. Nee. Deze takjes. Ja, ik was daar ook nog. Oh, dat heeft Mariola gedaan. Oh. Ik vind dat echt leuk. Ja, dat is mooi. Ik had hier serieus naar gezocht. Want dit heb je ook van die rode besjes, zeg maar dan net. Ja, dat klopt, ja. En die wou ik in onze boom. Want jij wou een rode boom. Ik dacht, dan kunnen we misschien die besjes. Oh, lekker, dit zijn gewoon marshmallows. Is gewonnen. Ja, je plakt hem ook gewoon terug. Weet dat nep sneeuw. Watten. Ja, watjes. Dat je watjes. Dat je geen duppen. Ja. Oh, daarom vond ik niet lekker met die watjes. Ja, het is de watjes. Ja. Ik heb ook geen hydraulis met de rode. Die besjes, die kan jij kopen. Oh, dan moeten we die misschien meenemen. Besjes kan ik kopen. Ja, die rode besjes. Nee, die rode besjes voor ons in de boom. Dat vind ik mooi. Volgens mij bij Maison du Monde hebben ze dat. En hebben ze een nieuwe winkel open gedaan bij Leone. Nou, dan kunnen we gaan ophalen dan. Ja. Ik ga een kopje thee zetten. Ik ga even... Ja, hier hebben we goed internet. Ja. Dus we gaan even een internet jatten. Ja, internet jatten. Ah!
Die Noël schrikt altijd zo mooi, hè? Wat een lekkere banaan. Wat? Wat een lekkere banaan heb je daar. Wat een lekkere banaan heb je daar. Wat een lekkere banaan heb je daar. Hé, maar dat is wel een dingetje. Want morgen huurt natuurlijk Noël zijn snowboard. Ja. Maar die moeten we dan wel meenemen. Ja. Hoezo meenemen? Ja, of we moeten hem per dag en dan weer terugbrengen. En dan de volgende dag weer een nieuwe huren. Maar... ja, die kan je dan daar gewoon weer ophalen. En dan, er kan altijd eentje hier zo, hè? Ja, dat is waar. Dat is niet zo heel erg. En daar? Ja. En hier? Dat was echt super gezellig. We gaan nu weer terug naar de appartementen. Dit is wel echt heel erg cool. En dit vindt Kim ook heel erg cool. Wat wou je gaan doen? Wat wou je doen? Dat is zo'n TikTok. Ja. Oké. Okay. Jullie binnenkort op TikTok. We gaan dit doen op het bord van Kim. Dus dat is wel echt super nice. Hey, maar past het perfect. Die, voel jij je ook beter op dit bord? Ja, ik voel me connect met het bord. Ja? Ja. Wat dan? Dit bord heet het veel better, zie ik. Dus. Ja, als ik, kijk, als ik erop sta. Oké, okay. Ja. Ja, nee, het is wel een mooi bord, eerlijk. Oh, maar dit maakt het wel nog mooier. Ja, dit is perfect ook bij deze. Ja. Roze. Ja, het is echt goede roze ook. Nice. Nou, gaan we plakken. Zal ik hem plakken of gaat Kim hem plakken? Nee, jij. Ja, ik denk dat jij beter kan plakken, omdat je die ervaring nu hebt. Wat is, Johan, wat is het beste lijm ter wereld? Beste lijm ter wereld? Sowieso een kut grap. Wat dan? Secondenlijm. Nee. Oh joh, daar hadden we tegelijk. Milliseconden. Als ik zeg, heb je ooit een kind uit elkaar of een mens uit elkaar zien vallen? Een mens uit elkaar zien vallen? Nee. Ik heb een naar. Wat? Wat zeg je? Sperma. Heb je ooit een mens uit elkaar zien vallen? Ja, dat is de beste lijm. Ja, nee, maar misschien moeten we hier dan even wat lijm, goed beste lijm onder doen. En plakken. Wat? Ja. Tegen wie heb je het? Niet tegen ons. Goed. Ach ja, dat is wat het is. Hoe plak je dan? Nu heb ik hier al de eerste op Noël zijn helm zitten. Die heb ik al helemaal goed aangedrukt. Dus als het goed is als ik dit doe... kijk. Hey. Perfect. Heel nice. Boom, gek. Nice, toch? Is hij recht? Hij is recht, hè? Ja, toch? Ja. Ja, nice. Ja, ik denk dat die helm een beetje te klein is voor Noël, maar hij zegt van niet. Maar dit is nice zo, toch? Ja, tuurlijk. Precies erboven zo. Ja, dat is goed. Perfect. Dit is gangster. Ja, man. Ja, vind ik ook. Precies in het randje daar zo. Nu gaan we het plakken leggen of wel. Allemaal helemaal met verbazing aan het kijken hoe die stikker gebeld is. Nou, dat zijn drie bobbeltjes. Hier 1, 2, 3. Maar die? Die krijg je nog wel weg, want die kan hierheen geschoven worden, denk ik. Maar dat maakt hem wel uniek. Maar die zit precies in die lijn hier zo, dus ik snap wel waarom die daar zit. Alsof ik die bord zo heb gekocht, hè? Ja, alsof het erbij hoort, hè? Ja. Dat is niet normaal. Ik denk dat je ook knoophoudenbord moet verkopen. Ja, denk je dat? Ja, denk ik wel. Of gewoon verkopen. Snowboard stickers, kan ook, hè? Kan ook. Ja. Wat? Dat is geen grap, zeg. Dat is aard. Oh, nou een liter. Ik zou het gewoon laten. Je hebt ook bubbeltjes onder die van jou. Maakt niet uit, joh. Helemaal super. Ja, zijn er is dat. Heel nice. Ja, wel echt kick hoor. Echt cool. Thanks. Leuk. Nice. Ja, leuk dat je het wil. Nou, nu nog eentje. Ik laat het druk op als ik op Winsport ga met mijn auto. Nice. Ik kan mijn knopen. Hey, knoop. Knoop power. Zullen we het niet veel? Ja, nee, superleuk. Echt heel erg tof. Nou, dit is die van Kim. Die gaan we morgen... Oh ja, nu nog je helm. Ja. Ga je nu met je rug naar de camera toe zitten? Oh, jij oké? <okay. laughs> Ja. Nou, inmiddels ben je toch best wel een beetje getraind in stickers plakken, hè? Ja, het gaat wel steeds beter. Die bubbeltjes die had ik niet op mijn bord de laatste keer dat ik een sticker deed. Nee, maar je hebt ook geen moeilijke riggeltjes of zo. Nee, dat is waar.
Ik hou niet zo van stiltes. No. Kunnen we even de muziek? Doe eens even muziek, joh. Ja, maar dan krijgen we een copyright hier. Oh, nou, dan gaan we zelf zingen. Doe maar, zing maar zo. Last Christmas, I give you my heart. But the very next day, you gave it away. This year. Zo vals. Ja, wij kunnen beide echt niet zingen. Maar ik vind het wel leuk. Gaat ie goed? Ja. Wat zei je? Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Zo kwam die eruit. Ja hoor. Voor de intro van mij hoor. Zullen we zingen? Hij heeft de intro van mij opzoeken. Hij is fan, hè? Ik ga zo lekker slapen. Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. En lachen ga je sowieso. Ja, je kunt, ik kom nog te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Maar zo klein is het een beetje zo. En dan allemaal bubbeltjes in. Oh, dat is niet zo moeilijk, zegt hij. Laat mij zien dan. Nee, en zo. Ik ja, ik kan deze ook afhalen. Ik maak wel een begin, dus ik kan hem eraf trekken. Moet dat heel zachtjes? Nee hoor, ik kan gewoon prima doen. Oh, nice. Het past wel echt, hè, dat roze bij zwart. Ja, is echt mooi. Beautiful. Nice. Ziet er leuk uit. Hé, je ziet er morgen leuk uit, denk ik. Ik hoop het. Jij hebt toch ook roze? Ik heb ook roze. Kunnen we matchen. En ook een roze jas. Maar jij hebt een zwart jas. Maar dat matcht wel weer, hè? Ja, dat klopt. Maar weer een lege broek. Ja, toch mooi. Ja. Beetje groene broek. Ik vind het helemaal mooi. Ik ben kapot. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer logisch nadenken. Ik kan niet meer logisch reageren. Jij wil slapen. Ik dacht slapen. Dat we nog een spelletje gingen spelen. Nee, dat wou ik vanmiddag. Nu niet meer. Nee, ik ben echt kapot. Serieus. Dus ik ga lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken, dames en heren. Het was een beetje een gekke vlog. Want we begonnen in de nacht. En gingen we doorhalen, rijden, een beetje half slapen. Kwamen weer aan. Een rare dag gehad. Maar morgen begint ons windsport eigenlijk echt. Want dan gaan we naar de piste. Gaan we nog even een board fixen voor Noël. En dan gaan we lekker snowboarden. Super veel zin in. Morgen vertellen we jullie allemaal hoe en wat gaan we het laten zien. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet dat duimpje omhoog niet te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.